In deze videoserie laten we een aantal samenwerkingen van bedrijf Janssen zien. En deze video gaat over de samenwerking van TNO en Janssen in het project Lancelot, waar we zo direct meer over zullen horen. Laten we kennis maken. Daniël, kun je wat meer over jezelf vertellen? Ja, dankjewel. Ik ben inderdaad Daniël Worm. Ik werk bij TNO en ik ben daar zowel projectleider als consultant. Ik hou mij bezig met het opzetten en het coördineren van samenwerkingen op het gebied van ICT-innovaties. En dat doen we op een aantal verschillende terreinen, waaronder in het Lancelot-project met Janssen. Dankjewel. Tom, jij werkt bij Janssen. Wil je jezelf ook introduceren? Dankjewel. Tom Peters. En ik hou me bezig vooral met het verzamelen van real-world evidence. Wat inhoudt dat je in de praktijk gaat kijken welke data je kunt gebruiken voor het verzamelen van bewijsvoering. Daniël, wil jij eens vertellen waar dit project over gaat en dan op een manier dat je neefje of nichtje van 12 jaar het ook begrijpt? Graag. Wat we zien in het project Lancelot is, er is heel veel data in de zorg. Er is heel veel data van patiënten op allerlei verschillende plekken en die data mogen we niet zomaar bij elkaar brengen en terecht, want de privacy van die patiënten willen we beschermen. Maar we kunnen wel met behulp van nieuwe technieken in deze samenwerking in Lancelot werken aan manieren om toch te leren uit die data zonder dat we de privacy van patiënten in het gevaar brengen en zonder dat die data bij elkaar hoeft te komen. Duidelijk, dankjewel. Tom, zijn er nog meer partners naast Janssen en TNO betrokken bij dit project? Ja, naast TNO en Janssen werken we ook samen in dit project met IKNL. En IKNL is eigenlijk het instituut wat de data, de nationale kankerregisterdata, beheert. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om samen te werken in het project Lancelot? Is het eigenlijk niet veel gemakkelijker voor jullie om dat alleen te doen? Nee, dat is zeker niet makkelijker om het alleen te doen. Dat hebben we ook vooraf gemerkt. We kenden elkaar natuurlijk al als partijen. En we wisten ook wel een beetje waar iemand zeg maar echt iets bijdraagt en het ook beter kan maken. Dus iedereen brengt ook de eigen expertise in. En daardoor heb ik vooral gemerkt in de contacten die we onderling hadden dat het daar veel meer betekenis krijgt. Ja, ja. En Daniël, welke inbrenging heeft TNO dan zo specifiek in dit project? TNO heeft zit denk ik op twee lagen. Aan de ene kant werken wij aan innovaties, dus echt aan nieuwe technologieën. Aan de andere kant brengen wij partijen samen en zetten wij publiek-private samenwerkingen op. Tom, ik ben ook eigenlijk benieuwd wat jullie samen willen bereiken met dit project. Super relevante vraag. En ik denk dat dat ook de essentie ligt, denk ik, in het overkoepelende doel. We proberen de juiste zorg op het juiste moment, bij de juiste patiënt natuurlijk, te brengen. Maar daarvoor heb je heel veel data nodig. En je wil veel beter weten wanneer iets wel of niet succesvol kan zijn. Tom, wat is voor jou het leukste onderdeel in deze samenwerking? Het leukste onderdeel is eigenlijk de samenwerking, omdat je door die samenwerking het gevoel hebt dat je na die bijeenkomsten bijvoorbeeld, dat je verder bent gekomen in het uitzoeken en de oplossing te vinden. Ja, kun je daar wat in benoemen? Ja, wat mooi is, we komen natuurlijk vanuit drie verschillende organisaties met mensen met hele verschillende achtergronden, ook qua kennis en expertise. En hoe we toch over een jaar tijd heel dicht bij elkaar zijn gekomen en elkaars taal spreken, dat is heel mooi om te zien. Wat is er zo direct bereikt als het klaar is? Een van de belangrijke doelen die we binnen dit project hebben gesteld is het ontwikkelen van nieuwe software die we open source willen maken, dus publiek beschikkelijk ook voor anderen om aan te werken. Specifiek om inzichten te kunnen halen uit verschillende databases. Ik vind het heel belangrijk dat we streven naar kan het ook. He, dus wat we bedenken, kan dat ook in de praktijk gaan werken. En dat hebben we denk ik aangetoond nu we aan het eind van het project zijn gekomen. Het kan. Je kunt op deze manier die data heel goed gebruiken voor die analyses en de inzichten. Er komt een vervolg op dit project Lancelot. Is er al wat meer bekend over het vervolgproject? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, het vervolg heet Heracles. Het is een project waar we in ieder geval ook weer met de drie partijen Janssen, IKNL en TNO in zitten. Maar ook andere farmaceuten met partijen in de zorg, met technologiepartijen. Gaan we in een groot consortium in Heracles verder met
de weg waar we op Lancelot zijn ingeslagen. En dan met name richting experimenten op echte data, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken, die willen we in dat project aanpakken. Daniël, Tom, dank jullie wel voor jullie openhartigheid en het kijkje in de keuken bij Janssen en TNO. Deze serie gaat over kennis maken en dat stopt niet vandaag. Hopelijk hebben jullie ook zin om kennis te maken met de andere samenwerkingen aan de zorg van morgen in de volgende onderdelen van deze serie.